Jordi, jij bent een artiest die nog niet zo heel lang bezig is. Dat klopt. Ik ben al sinds jongs af aan ben ik al een beetje het Frans Bauer-achtige liedjes zingen en coveren. Maar ik heb afgelopen juli heb ik een eigen single uitgebracht. Je leeft maar één keer, heet die. En het is mijn allereerste single, dus ik ben nogal zenuwachtig erover. Wie heeft die single geschreven? Een hele aardige producer uit Apeldoorn, Wim de Vries. Die heeft niet alleen geschreven, maar ook arrangementen bedacht. En daar heb ik het ook op mogen nemen. En als je hem nou zelf beluistert, wat vind je er zelf van? Het is meer ongeloof, want heel lang heb ik altijd gedroomd om een eigen single op te nemen. En dat het dan uiteindelijk zover is, dat is dan een droom die uitkomt. Ik ben net een paar maanden 16. En feesten en stappen. En dan ook nog mijn single proberen te promoten en zoveel mogelijk mensen blij te maken ermee. Pas geleden heb ik een optreden gehad in de Rompetpassage, dus een groot winkelcentrum in 's-Hertogenbosch. En daar heb ik in het programma moeten optreden samen met artiesten als Frans Bauer en Bob Oppenberg. En verder bij, sowieso is mijn single al beland bij Radio Hollandio, Radio NL. En laatst hoorde ik dat mijn single in Duitsland terecht was gekomen via de truckerscircuit. Dus dat is toch heel mooi om te horen. Ik heb nog geen clip, ik heb nog geen website. Ik ben er allemaal heel druk mee bezig. Druk. Maar ik ben er mee bezig. Een paar collega's van mij die hebben me ook al een hand toegereikt om een website te bouwen. En wie weet dat het in de nabije toekomst gewoon op jordivaneindhoven.nl een eentje komt. Ja, je zegt dus al, je bent heel erg fan van Frans Bauer. Hoop je nou later net zo'n grote bekendheid te worden als hem? Ik hoop natuurlijk dat ik even groot word, misschien groter. Maar ja, dat vind ik al zo arrogant om dat te moeten zeggen. Maar ik vind het sowieso fantastisch wat hij al op zich is. En hopen kan altijd. Ik weet niet of het gaat lukken, maar als het lukt zou het gewoon geweldig zijn.